Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video bespreek ik mijn gelezen boeken van oktober met je. En ik ga dus vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik daar dus van vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke boeken ik heb gelezen in oktober en of ik ze zou kunnen aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek De Spaanse Liefdesleugen. En is geschreven door Elena Armas. Dit boek gaat over Catalina. En zij komt oorspronkelijk uit Spanje, maar woont al een tijdje in de VS. En daar heeft ze ook een baan en daar heeft ze eigenlijk haar leven opgebouwd. Er is in Spanje een aantal jaar geleden iets gebeurd waardoor ze eigenlijk daar ontvlucht is. En ze besloot een nieuw leven te starten. Nu gaat haar zus trouwen en deze bruiloft vindt ook in Spanje plaats. En zij heeft haar familie verteld dat ze inmiddels een Amerikaanse vriend heeft en dat die mee zal komen naar de bruiloft. Hierdoor heeft ze zich dus onwijs in de nesten gewerkt, want ze heeft in feite eigenlijk helemaal geen vriend. En dan wil ze eigenlijk allerlei manieren bedenken hoe ze toch op dat moment aan een vriend kan komen. Ze bespreekt ook de opties dan met haar vriendin, die ook tevens haar collega is. En dan biedt een mannelijke collega met de naam Aaron Blackford zich aan als date voor haar bruiloft. Echter kan Catalina Aaron eigenlijk helemaal niet uitstaan en ze snapt ook niet waarom zij hem wil. Ze snapt ook niet waarom hij haar wil helpen en ze wijst hem dan ook meerdere keren af. Alleen de bruiloft komt steeds dichterbij en het wordt steeds lastiger om toch iemand te vinden om mee te nemen. En dan besluit ze toch maar om Aaron mee te nemen naar deze bruiloft. Ze moeten natuurlijk doen alsof ze dus een relatie hebben, terwijl ze die eigenlijk helemaal niet hebben. Omdat ze elkaar eigenlijk niet uit kunnen staan. Maar de grote vraag is eigenlijk toch wel van dit boek of er uiteindelijk iets moois kan opbloeien tussen Catalina en Aaron. Daar ga ik het ook bij houden. Ik moet wel zeggen, ik duurde wel even voor ik door dit boek echt heen kwam. Het had een beetje een raar begin dat ik echt dacht van waar ben ik nou in beland? Niet echt een intro en uiteindelijk als je er eenmaal in zit is het een lekker boek om weg te lezen, maar het duurde wel even voordat ik erin zat. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer ook in dit boek, maar ik hou het gewoon even bij de hoogtepunten, want anders wordt het echt heel erg rommelig. Uiteindelijk zou ik het boek wel kunnen aanraden om te lezen, omdat het uiteindelijk het verhaal wel heel leuk is. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Geen Zuivere Koffie en is geschreven door Denise Meijer. Dit boek gaat over Anna. Anna heeft eigenlijk haar leven net weer op de rit. Ze heeft haar eigen huisje, want ze heeft een relatiebreuk achter de rug. En daar kwam ze niet zo heel erg makkelijk vanaf, maar inmiddels heeft ze alles weer op de rit. Ze heeft een leuke baan waar ze eigenlijk het best wel goed heeft. Ze heeft fijne ouders waar ze terecht kan. Dus haar leven lijkt er eigenlijk goed uit te zien. Sinds kort bakt ze ook weer taarten. Dat heeft ze heel lang niet gedaan. Vooral na de relatiebreuk. Maar ze is daar weer mee begonnen. En die taarten die worden met veel liefde ontvangen door familie en inmiddels ook wat vrienden. Want ze heeft in de flat waar ze nu woont een hele leuke buurvrouw ontmoet. Waar ze inmiddels wel een vriendschap mee heeft opgebouwd. Als ze dan dicht bij haar woning een advertentie ziet staan op een pui van een winkel, dat ze op zoek zijn naar iemand die taarten daar wil bakken, kriebelt eigenlijk het wel heel erg om voor deze baan te gaan.
Ze heeft inmiddels wel de mogelijkheid om promotie te maken op haar andere baan. Maar eigenlijk wordt ze het ook wel een beetje zat, want ze werkt op een callcenter. En elke keer is zij de pineut, want collega's die zeggen in het weekend dat ze weer eens een bruiloft hebben. Dat er iemand overleden is en zij is altijd de pineut die dan toch voor deze collega's invalt. Ze besluit dan toch om de stap te wagen en om te solliciteren bij deze baan. En gek genoeg wordt ze direct aangenomen. Ze gaat dus eigenlijk werken in een koffiehuis waar je dus ook taart kan eten. Maar er valt toch wel het een en ander op wat niet helemaal in de haak is. Maar ze kunnen de vinger er niet op leggen. Als dan het zoontje van haar buurvrouw dino's door de wc heeft willen spoelen, heeft de buurvrouw een probleem en vraagt ze of Anne de loodgieter op wil wachten, want zij heeft zelf op dat moment geen tijd. Nou, Anne is behulpzaam, dus zij zorgt ervoor dat de loodgieter naar binnen kan en ze vindt deze loodgieter eigenlijk best wel heel erg leuk. Ze durft eigenlijk niet echt een move te maken richting hem en ze besluit uiteindelijk om hem, nadat ze hem heeft ontmoet, een paar keer te googelen, maar dat mislukt. Dan is er ook nog steeds een man die elke keer pakketjes komt brengen bij het nieuwe koffiehuis. En ja, ze zien de eigenaren eigenlijk bijna nooit. Dus ze vinden het allemaal toch wel heel erg vreemd. Uiteindelijk komt ze dan toch wel weer in contact met de loodgieter die ze zo leuk vindt. En ja, wil ze eigenlijk toch wel kijken of er misschien meer in zit. En ze besluiten om te gaan daten. Echter heeft hij nog best wel wat problemen met zijn ex en dit loopt niet allemaal even makkelijk. Uiteindelijk gaat het dan ook helemaal mis bij het koffiecafé als er dan aan het licht komt wat daar dus eigenlijk gebeurt. En wordt Anne eigenlijk voor de ogen van haar nieuwe date meegenomen door de politie. Omdat ze vermoeden dat zij iets te maken heeft met deze praktijken. Wat er nou uiteindelijk gebeurt in dit koffiecafé, dat ga ik niet vertellen. En of uiteindelijk ze toch weer met deze loodgieter samenkomt, laat ik uiteraard ook in het midden. Maar ik vond het wel een heerlijk boek om weg te lezen, moet ik zeggen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Stracciatella. Het is geschreven door Eline Hazelaar. Dit boek gaat over Suzy en zij heeft eigenlijk best wel behoefte aan een nieuwe start en ze heeft een rebelszusje Rosie en die besluit om een wandeltocht te gaan maken in Engeland. Heel impulsief zegt eigenlijk Suzy, ik ga wel met je mee, omdat ze gewoon even aan de dagelijkse sleur van het leven wil ontsnappen. Echter komt dit niet bij iedereen lekker binnen. Haar moeder is hier helemaal niet blij mee, want zij is altijd de verstandigste van de twee en ze moet niet zo meegaan in de praktijken van haar zusje. En haar vriend die heeft ook al duidelijk gemaakt dat hij niet op haar zal wachten. En als ze dus zal vertrekken, dat het dan ook eigenlijk wel einde oefening is. Hoewel Suzy eigenlijk alles voor het oprapen heeft liggen, dat ze eigenlijk op haar vriend heel graag met haar zou willen samenwonen en ja, wat volgende stappen wil maken, besluit ze toch om het plan met haar zusje door te zetten en eigenlijk haar relatie op het spel te zetten. Ze doen dus een trektocht door het platteland van Engeland. Alleen het valt Suzy toch wel heel erg tegen. Ze heeft eigenlijk niet echt de juiste schoenen waardoor ze heel erg veel blaren heeft. Het elke keer weer zoeken naar een slaapplek valt toch ook wel tegen. En het was toch niet helemaal wat ze ervan verwacht had. Als ze dan op een boerderij aankomen waar ze zich eindelijk na een aantal dagen weer een keer kunnen douchen en even kunnen ontspannen en bijslapen. Zegt de eigenaresse dat ze best een paar dagen kunnen blijven. Ze besluiten dan toch om hun tenten daarop op te zetten en daar een paar dagen te blijven. Maar Rosie wil hier vooral niet al te lang bij stil blijven staan, want ze wil toch heel graag wel door. Als ze dan ook nog eens de zoon van deze aardige vrouw ontmoet,
merkt ze dat ze hele goede gesprekken met deze jongen kan hebben. En merkt ze dat hij ook heel anders is als haar nog vriend Martijn. Toch besluit ze om uiteindelijk door te gaan met Rosie mee om verder naar hun einddoel te gaan. En hoewel de zoon van deze vrouw toch heeft aangeboden dat ze wel wat langer zou kunnen blijven, slaat ze het aanbod af. Als ze dan uiteindelijk verder zijn gelopen en een plek hebben gevonden waar ze weer hun tent kunnen opzetten, besluit Suzy om wat dingen in een nabijgelegen dorpje te gaan kopen, zodat ze weer wat verder kunnen met eten en zo, komt ze ineens haar ex tegen het lijf. Dit had ze niet verwacht en die heeft dan ook een hele verrassende mededeling voor haar. Ze had dit niet zien aankomen, maar ze vindt het eigenlijk wel prima. En dit heeft ook haar besluit doen veranderen om met deze trektocht verder te gaan. Waar ze wel naartoe gaat, zal ik niet verklappen. Maar ja, ze kiest toch een ander pad. Ja, het was op zich een leuk boek, maar ik vond het ook wel heel verwarrend. Het duurde heel lang voordat ik wist waar ze echt vandaan kwamen, wat ze aan het doen waren. Er zat niet echt een inleiding in en dat vond ik toch lastig. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Zonder bokken en selfies en is geschreven door Denise Meijer. Dit boek gaat over Lola. Ze weet eigenlijk al vanaf jongs af aan wat haar te wachten staat, want de studie rechten en komen werken bij het advocatenkantoor van haar moeder is toch wel iets wat van haar verwacht wordt. Ze besluit dan toch eigenlijk na het afstuderen liever foodblogger te worden en dit komt niet goed bij haar moeder binnen en daardoor krijgen ze flinke ruzie. Lola gaat dan ook uit huis en ze besluit samen te wonen met een goede vriendin van haar, maar het volwassen leven valt haar toch best wel tegen. Ze verliest soms haar inspiratie en dat kost haar volgers, waardoor ze ook weer negatieve reacties krijgt en het werk toch wel moeilijk vindt om te blijven uitoefenen. Als ze dan met haar vriendinnen een avondje is uit geweest, lijkt het haar wel leuk om een selfie te maken met een lammetje. Ze besluit dan ook over het hek van de kinderboerderij heen te klimmen, maar had niet verwacht dat er camera's in de buurt zouden hangen. En dan komt ze ineens oog in oog te staan met een hele boze man die haar heel duidelijk maakt dat dit niet is wat het moet zijn en dat ze absoluut niet over dat hek had moeten klimmen. Ze besluit dan ook om haar moeder in te schakelen en ze komen dan ook tot de oplossing dat de beelden van Lola verwijderd zullen worden en dat zij vrijwilligerswerk zal komen doen op deze boerderij, kinderboerderij. Ze gaat eigenlijk met een beetje frisse tegenzin erheen, want ze merkt ook nog wel dat er een beetje lacherig over haar gedaan wordt, omdat ze deze actie heeft uitgehaald. En ze voelt zich niet heel serieus genomen. Ze vindt het werk met de dieren wel leuk, maar ze wordt er niet per definitie heel erg gelukkig van. Als ze dan ook nog eens haar ex tegen het lijf loopt, die met haar wil weer eens een keertje uit eten wil gaan, besluit ze hierop in te gaan, want ze hebben altijd een leuke tijd gehad. Echter komt ze er wel achter dat deze man eigenlijk op zoek is naar een baan en graag bij het kantoor van haar moeder zou willen werken. En zo hoopt hij dus dat Lola een goed woordje voor hem zou kunnen doen. Nou, Lola wordt natuurlijk onwijs boos hierover en heeft hier totaal geen zin in. Inmiddels heeft ze op de kinderboerderij ook een andere jongen leren kennen die haar in eerste instantie ook een beetje in de maling neemt. Want Lola geeft bijnaam aan alle dieren en dat vindt hij echt belachelijk. Maar beetje voor beetje gaat het wel wat beter, zeg maar. En ja, krijgt ze ook het gevoel dat ze meer serieus genomen wordt. Totdat deze ex weer opduikt met zijn neefjes en nogal lacherig begint te doen dat Lola op de kinderboerderij rondloopt, begint hij haar ook nog eens te bedreigen. En in eerste instantie denkt ze dat die bedreigingen niet uit zullen komen, maar als er dan toch een inspectie naar die kinderboerderij komt, weet zij genoeg en ziet het er voor de kinderboerderij niet heel erg goed uit. Uiteindelijk zullen ze alle zeilen bijzetten om de kinderboerderij te redden en toch lopende te kunnen houden.
Of er uiteindelijk toch nog liefde in dit boek zal plaatsvinden. En of de band met haar moeder misschien toch nog verbetert, laat ik in het midden. Ik vond het wel een heel erg leuk boek om te lezen. En heb er dan ook echt wel van genoten. Om te zien of om te lezen hoe, hoe het leven van zo iemand dan verandert. Maar hoe ze daar toch een positieve draai aan kan geven. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Smoky Darling, Liefde met Hindernissen. En is geschreven door S.J. Tilly. Dit boek gaat over Eloise. Eloise is eigenlijk al vanaf haar 7e smoor verliefd op Beckett. En toen ze 15 was, heeft hij haar hart gebroken. Maar hij wist helemaal niet dat zij helemaal gek op hem was, omdat er best wel een groot leeftijdsverschil tussen zat. Dan is het inmiddels ook 10 jaar later en heeft Eloise een baan als lerares en moeten ze dus met de groep naar een soort survival kamp, waardoor ze in tenten slapen en dingen moeten leren van de natuur. Ineens ziet ze daar toch een bekend gezicht staan en dan blijkt dat dus Beckett te zijn die les zal komen geven over het survivalen, want daar is hij best wel goed in. Het lastige is wel, Eloise is het zusje van de vriend van Beckett en daarom was het ook altijd een beetje een soort van verboden terrein ding. Toch weet Beckett Eloise dit kamp een paar keer te redden van een nare gebeurtenis en heeft hij ook nu heel erg de droom om haar te beschermen. Het is inmiddels een volwassen vrouw geworden en hij vindt haar toch wel heel erg leuk. Het is wel zo dat het leeftijdsverschil een ding tussenin is, omdat hij toch nog best wel groot is. Maar eigenlijk willen ze daar beide niet echt aan toegeven. Na dat weekend van dat kamp weet Eloise eigenlijk niet hoe het verder tussen Beckett en haar zal gaan. Want ze weet ook eigenlijk niet of dat hij volledig terug is. Als hij dan ook aankondigt dat hij dus inderdaad echt teruggekomen is en dat hij het graag met haar op date zou willen, besluit ze toch om dit aan te gaan. Echter komen haar ouders dan in één keer op bezoek en die reizen dus rond in een camper. En dat had ze niet helemaal zien aankomen terwijl Beckett bij haar op bezoek is. En komen ze meteen met z'n allen aan tafel te zitten. Ook de broer van Eloise is erbij en die is totaal niet blij om Beckett te zien. Alleen dan gebeuren dus best wel wat enge dingen en blijkt het dus dat iemand het heeft gemunt op Eloise. En Beckett wil er alles aan doen om haar hierin te beschermen, alleen lukt dat helaas niet altijd. Of ze uiteindelijk de stalker dus ook zullen vinden, is dus eigenlijk een beetje de grote vraag. En wie het is ook een beetje de grote vraag. Of Eloise en Beckett uiteindelijk een toekomst samen hebben, laat ik in het midden. Maar ik vond het echt wel een heel erg mooi boek om te lezen en het is zeker een aanrader. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Latte Darling. Als je datingavontuur anders uitdraait dan verwachten, is geschreven door S.J. Tilly. Dit boek gaat over de vriendin van Eloise en ze heeft eigenlijk een prima leven. Ze woont in de stad waar ze is opgegroeid en ze is eigenaar van een coffeeshop waar ze al werkt sinds ze 16 was. Het is er eigenlijk allemaal heel leuk, comfortabel en prettig. Alleen ze is er wel heel erg klaar mee dat ze alles in haar eentje moet oplossen. Helemaal nu er een bruiloft dichterbij komt, wil ze eigenlijk heel graag een date meenemen en ze besluit dan ook op een dating app te gaan. Ze besluit dan ook met iemand op date te gaan. Ze zit er al een tijdje te wachten en er komt maar niemand opdagen. Uit het niet verschijnt daar een man en ze is eigenlijk een beetje verward, want dit is niet de man die zij zou gaan ontmoeten. Het blijkt namelijk de vader van de jongen te zijn waarmee zij een date had en die komt haar eigenlijk heel netjes vertellen dat zijn zoon niet komt. Ze is er eigenlijk best wel een beetje van in de war van waarom heeft hij dat mij zelf niet verteld. Maar ze besluit om maar een drankje te gaan drinken met deze man. Eigenlijk weet hij heel erg goed dat ze niks met elkaar kunnen beginnen. Omdat het leeftijdsverschil ook echt super groot is.
En ze eigenlijk, ja, zijn dochter had kunnen zijn. Maar toch blijven ze elkaar daarna ook steeds tegenkomen. Ja, uiteindelijk komt het dan toch al wel eens vrij snel tot een relatie en hebben ze het heel erg leuk met elkaar. Ze vindt het best wel moeilijk, want hij koopt best wel dure cadeaus voor haar. Haar telefoon is heel slecht en hij besluit dan om voor haar een nieuwe telefoon te kopen waar ze het best lastig mee heeft. En ze moeten ook nog de zoon van deze man vertellen dat zij inmiddels een koppel zijn en dat ze niet dat ze eigenlijk een date met hem had. Als haar zoon zijn zoon daar dan ook achter komt, is hij eerst wel verbaasd, maar zijn reactie is wel anders dan ik zelf had verwacht. Toch kent hun liefde best wel wat hindernissen, want als zij dan een pech krijgt met haar auto en toch met deze auto die nog wel rijdt, maar eigenlijk ja, helemaal ingedeukt is, naar zijn garage komt rijden, is hij heel erg boos en vindt hij het heel erg onverantwoord. Ze mag een tijdje zijn auto gebruiken en ze is ook veel vaker bij hem thuis. Totdat ze haar eigen auto komt ophalen en hem wil verrassen en ze een telefoongesprekje opvangt waar ze eigenlijk helemaal niet blij mee is, is ze helemaal in de war. En denkt ze ook dat het eigenlijk wel helemaal over is en begint ze hem te vermijden. Eigenlijk vond ze het al wel een beetje moeilijk, want ze is op een gegeven moment met hem meegegaan naar een feestje van zijn familie. En er is die een tante van hem tegen het lijf gelopen. En die was ook niet al te vriendelijk voor haar. En zodoende hield ze hem al een beetje op afstand. En dat telefoontje was helemaal de druppel. Of dit telefoontje over haar ging en of dat ze samen uiteindelijk toch nog wel eruit zullen komen, zal ik in het midden laten. Maar ook dit was wel weer een boek waar ik heel erg van genoten heb en die ik zeker kan aanraden. Dan waren dit mijn gelezen boeken van oktober. Ik heb er zelf in ieder geval wel van genoten. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. En ja, of je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een van deze boeken. Ja, ik ben blij dat ik in ieder geval weer wat meer heb kunnen lezen deze maand. Ik wil je in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doeg!